Oké, okay, uh, Jeff, welkom. Hallo. Dag Jeff. ik Jeff. Uh, bedankt om helemaal tot hier te komen. Geen probleem. Um, zeg eens, wat doe jij zoal in het leven? Wat doe ik zoal? Um, ik ben ja, in de eerste plaats student, politieke wetenschappen aan de KU Leuven. Maar uh, daarbuiten ben ik vooral uh, op het politieke vlak actief. Um, ik ben momenteel voorzitter van het Europese Jeugdparlement in België. Um, ik ben ook recent verkozen tot uh, voorzitter van Jong VLD Leuven. Um, en daarnaast ben ik gewoon ja een alledaagse persoon die ook geniet van het leven. Is dat dan dat je denkt van Open VLD, daar kan ik het snelst minister worden? Of? Nee, zeker en vast niet. Een, want tactische denk, keuze. een tactische keuze. Ik denk dat ik binnen de open VLD momenteel niet veel vrienden heb. Uh, ik ben redelijk kritisch ten opzichte van ja, elke politici. Uh, maar um, Zeker tegen de VLD. Ik vind momenteel dat, dat het liberaal beleid dat ze voeren vind ik momenteel niet, uh, niet zo liberaal. En ik denk dat ik daarom ook het veel moeilijker zal hebben als ik effectief iets zou willen veranderen binnen die partij. Is het meer dat ze de macht willen behouden in plaats van echt te doen wat de kiezers willen? Want ze blijven toch wel verliezen eigenlijk? Hè? Ja en nee, ik denk. Met corona um, moest er wel een regering komen, dus ik, ik snap ergens wel van dat ze op dat moment wel verantwoordelijkheid wouden nemen om die crisis te baas te kunnen, natuurlijk. Tegen welke prijs doe je dat? En ik geloof dat momenteel dat de liberalen in de regering te weinig op het beleid kunnen wegen. En dat ze dan, ja, dan wordt er inderdaad een perceptieprobleem uh, gecreëerd, waarbij is het niet omdat Alexander de Croo premier wil worden, mm -hmm. of omdat iemand minister wil worden, of omdat de kabinetten behouden moeten worden met alle kabinetaars die daar werken. En dat is wel, denk ik, een gevaarlijke visie over politiek, omdat dat de burger wel afstoot van, van alles wat politiek is, maar is zeker ten opzichte van de open VLD. Ja. Hoe werkt dat dan eigenlijk, zo'n een, een jongere die dan tegen het oude bewind in je gaat? Um, Krijg je veel tegenslag? Bijvoorbeeld, um, Egbert Laggaard had mij, um, ah, was heel kritisch, heeft mij ontvolgd op Twitter. Ik word ook nee. soms geblokkeerd op, uh, oh. door bepaalde politici, uh, omdat ik redelijk kritisch ben. Nu, Van de Open VLD dan. Ja, boord. Yes, heeft mij. Um, het ondervoorzitter heeft mij geblokkeerd. Uh, nu, Ze moeten toch tegen kritiek kunnen? Ja, ik snap natuurlijk soms wel. Ik ben redelijk. Fars durf ik het soms wel te zeggen. Ik, ben, ik durf het soms wel redelijk hard zaken te benoemen, maar ik geloof wel altijd dat ik, dat ik wel correct ben. Dat ik wel um, niet op de man speel, maar dat ik wel altijd probeer uh, over het gevoerde beleid of over bepaalde beslissingen die, die gemaakt zijn, dat ik daar wel over um, mijn mening geef, maar dat ik nooit op de persoon zelf uh, iets zeg. Dat ik zeg van ja, ik vind u een onnozelaar, dat zou van mij denk ik niet. Wat vind jij ervan zeggen. dat die mensen in functie dan eigenlijk niet tegen kritiek kunnen? Ik vind dat dat heel veel zegt. Ik denk dat dat ga momenteel de Open VLD in specifiek zit in een zeer lastige situatie. Um, dus ik snap ergens wel dat kritiek binnen de eigen rang om het dan zo te noemen, dat dat zeker niet, goed is, 아니, niet mooi is meegenomen. Nu, ik denk dat dat ook wel een bepaald beeld schetst over een partij die momenteel um, wel nood heeft aan nieuwe stemmen, aan nieuwe jongeren. Um, ik ken heel veel jongeren die um, liberaal geëngageerd zijn, maar die gewoon momenteel niet voelen dat, dat hun stem... Um, ja, gewaardeerd wordt binnen, binnen zo'n partij. En ik denk niet dat dat enkel binnen de open VLD is. Ik zie dat vooral het hardste binnen de open VLD, omdat ik daar ook wel het, het meeste ja, connectie mee heb, om het zo maar te zeggen. Maar het is ook wel een beetje zo in elke partij. Dat, dat, de gevestigde politici die willen heel graag hun beleid voeren en, en, en vasthouden aan hun uh, mandaten, terwijl dat eigenlijk de jongeren misschien wel met beter idee kunnen komen. Zijn ze dat uit het oog verloren dan? Ik denk het wel, als ik... Als ik dan hoor hoe dat het vroeger eraan toegaat op de congressen uh, van de partijen, waar jongere partijen echt wel lagen te roepen tegen de politici: van het is schandalig en, en ja, echt dat het een bijna een oorlog was uh, op zo'n partijcongres, waar dat nu toch eigenlijk wel vooral uh, ja, braaf wat volgen wat de partij zegt en niet zo makkelijk kritiek openbaar over de partij durven zeggen, ik denk dat dat wel problematisch is momenteel. En dan enters Jeff, die gaat dan daar de verandering in brengen. Um, hopelijk. Um, natuurlijk, je rolt er ook een beetje in. Hè. Dus ik, ik kan nu wel zeggen: van ik, wil, um, ik wil heel graag verandering brengen, maar misschien dat ik over een jaar of twee jaar zeg van ja, laten het toch maar. Het is toch niet mijn ding. Um, maar ik hoop wel dat ik samen met een grote groep andere jongeren um, dat wij wel proberen die, die, die politieke verandering in te zetten, want het is wel nodig. Ik denk momenteel heel veel jongeren zijn, um, zijn vervreemd van de politiek. Uh, dat zie ik zowel in mijn omgeving, maar ook gewoon online. Dan zie je dat jongeren zijn er echt klaar mee zijn. Um, en dat is wel gevaarlijk, want ik denk wel dat politiek zo'n dermate impact heeft op je leven, dat het wel belangrijk is dat jongeren ook wel aangesproken worden en ook geïnspireerd worden door politici. Maar eigenlijk ga je toch vanaf nu gewoon geblokkeerd worden door je eigen partij? Als de voorzitter en de ondervoorzitter hebben geblokkeerd Ja, ik werd van... lekker mij ontvolgd. Uh, en dan ja, ja ondervoorzitter ontvolgt, mij geblokkeerd. Ja. Het was geen Tinder-date. Dus nee, uh, voilà. <laughs> <laughs> ja, dan maakt het natuurlijk wel moeilijk. Ja. Um, maar anderzijds moeilijk gaat het ook. En ik denk dat in elke partij heb je um, ja, conflictjes, zal ik het zo maar zeggen. Um, en bij mij zijn die redelijk openbaar. Want ik zit niet in een partijbestuur, dus ik kan daar mijn mening niet gaan verkondigen. Dus ik doe dat op Twitter bijvoorbeeld. Um, dat is dan redelijk publiek natuurlijk. En dat wordt niet altijd in dank afgenomen. En ik snap dat op zich ergens wel. Um, gezien de situatie waarin de Open VLD zit. Nu, um, goh, ik denk, het kan enkel maar beter als ik zie hoeveel mensen dat effectief zeggen. Van, ondanks, ik zou misschien niet op Open VLD stemmen, maar ik ben wel blij dat er iemand zo kritisch is uh, als u over zijn eigen partij. Denk ik wel dat dat wel aantoont dat dat misschien toch wel... Uh, in de toekomst wel aan ja. uh, ja, beloond worden, om het zo maar te zeggen. Jij zegt van dat de jongeren niet zoveel ermee bezig zijn. Of althans, ze kijken er van weg, zeg maar. Um, hoe komt het dan dat jij er wel zo geëngageerd? Ge, 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 geëngageerd. Geëngageerd, Jezus, sorry. Ja. Waarom ben jij wel zo dan? Um, wat is jouw motivatie? Of, want je bent ook nog maar 21. Uh, ja, ik word 22 ja. over een paar dagjes. Um, Nee, ik ben eigenlijk. Uh, dat is eigenlijk heel toevallig gebeurd. Ik ben nu altijd wel iemand geweest die aan de keukentafel. Um, bij mijn ouders altijd, het ging altijd over politiek. En um, het nieuws stond altijd op. En ik ben een persoon die ochtends voor school altijd nieuws zag voordat die, uh, en hij en ging Cartoon Network of zo. Ik kan net zeggen, ik keek naar Spider-Man en voilà. X-Men. Uh, yeah, yeah. um, nee, ik keek naar het nieuws bijvoorbeeld. Dus het heeft me altijd wel geboeid nu. Um, ik heb nooit echt uh, de, het idee gehad van en daar wil ik later effectief mee gaan doen. Nu, um, dan ben ik, toen ik 16 was, ben ik uh, met mijn school uh, naar het Europees Jeugdparlement gemogen. En daar gaat het over politieke thema's en dat heeft me wel geboeid. En uh, ben daar zover in doorgegroeid. En dan begint je je wel echt af te vragen: van oké, okay, ik hou mij hier nu wel bezig op um, een ludieke manier, zou ik het wel zeggen, uh, op, op een manier die misschien politiek gezien zeer weinig impact heeft. Misschien wil ik wel al die debatten wel voeren in, het echte politieke, in de echte politieke sfeer. Dus je rolt daar wel in. Ik denk dat als je van... Zeg maar, als ik op mijn zestien had gezegd van nee, ik wil minister worden, dat je dat op de verkeerde redenen doet. Want dan ga je, denk ik, er alles aan doen om dat te worden en dan ga je misschien wel bepaalde waarden die je hebt misschien kwijtgeraken. Is dat om... niet de enigste manier om, om dat te worden? Ik denk dat niet, als je ziet hoe dat nu de huidige regering is samengesteld. Er zijn mensen die... Die niet verkozen niet allemaal... Die niet per se verkozen zijn, ja. maar die, die, die niet per se de ambitie hadden om minister te worden. En die, die, die werden dat gevraagd en die zeiden van, oké, okay, misschien wil ik dat wel doen. Nu, we kunnen daar dan over discussiëren van, oké, okay, moeten die niet, ver, moeten die niet uh, op een lijst gestaan hebben? Of moeten die niet mm -hmm. verkozen zijn geweest ja, in het parlement? Um, dat is inderdaad een discussie die ik kan maken. Maar ik denk sowieso, als je zegt van, ik wil minister worden over een aantal jaar, dan denk je dat je het om de verkeerde redenen doet. Want ja, toen, toen ik jong was, was ik er totaal niet mee bezig. Um, omdat ook, dat is als jongere, je kijkt naar de politiek, is dat ook gewoon een hele volwassen wereld. Um, zie jij daar dan het verschil nu in, dat er wel steeds meer jongeren toest instroom daarbij is? Ja, ergens wel, want het parlement, alleen, zeker het Vlaams parlement, is... Het is zeer jong parlement als je het zo bekijkt. Um, ik zie daar heel weinig grijze koppen, om het zo maar te zeggen. Dus ik denk dat wel een positief iets is. Nou, ik, ben maar, ik ben 21 kort, 22 binnenkort. Um, goh, ik zie mezelf nu niet meteen uh, in, de Ay, in de komende jaren mij in een parlement zien zitten of, of een ander. Um, Waarom niet? Het ja? is toch het leukste van allemaal? Ik denk dat dat wel leuk is, maar ik denk ook wel ergens dat je een bepaalde ervaring moet opbouwen. Ik bedoel, ik ben ook maar. 21, ik weet ook niet alles. Hm. Maar um, heb je door, op die manier had je toch het meeste ervaring door gewoon daar te gaan zitten en te leren? En, want tijd is te mogen spreken. En... Tuurlijk, maar... Zou ik nee zeggen als het mij zouden vragen, zou ik zeggen? Waarschijnlijk niet. Maar ik denk ook niet dat ik op dit moment bezig moet zijn met... Ik wil voor de volgende verkiezingen op een verkiesbaar plaatsje staan, zodat ik in het parlement kan zitten, zodat ik effectief beleid kan voeren. Ik denk... Laat mij gewoon rustig eerst mijn studies afmaken. Laat mij misschien wat werkervaring opdoen binnen of buiten de politiek. Um, en, en zien of dat dan effectief mijn plaats binnen het parlement is. Want Vind ik ook... wel mooi dat je het zo bekijkt. Uh. Ja, want ik denk ook, laten we ook niet vergeten dat in het parlement wordt ook niet alles bepaald. En in de regering wordt ook niet alles bepaald. Je kan ook aan politiek doen buiten die instituties, hè? buiten die instellingen. Um, denk maar aan uh, lobbywerk bijvoorbeeld. Uh, dat is ook beleid voeren enigszins. Natuurlijk niet op een... Uh, in een parlement, maar buiten het parlement. Um, dat gaat ook. Um, dus ik weet nog niet 100% waar ik uiteindelijk wil terechtkomen. Ik denk gewoon altijd wat dat het belangrijk is dat waar ik ook terechtkom, dat ik wel altijd aan mijn waarde blijf vasthouden. Uh, en dat ik niet mijn waarde opzij zit om uh, een bepaald plaatje ergens te krijgen. Waar ik soms wel het gevoel heb dat er nu wel gebeurt. En dat is niet enkel bij Open VLD, maar dat is denk ik bij elke partij. Um, en dat is hetgeen denk ik wat wel mensen stoort momenteel. Heb je na Ter Zaken meer, allee, meer bekendheid gekregen op politiek vlak? Want dat was toch wel een beetje, klein beetje verhaal gegaan. Denk ik. Ja, op de zevende dag. Hè? Ja, op ja. de uh, ja, zevende dag. Ja. Ja. Um, ik, heb daar veel, punt één, ik heb daar veel reacties op gehad. Um, zo in het begin eigenlijk eerst uh, heel negatieve reacties. Um, Want, we. moet even... Te duidelijk in wat ah, ja. je gezegd hebt. Nee. Um, ja, dus ze hadden mij gebeld. Uh, ik had uh, iets getweet over uh, ja, drugslegalisering. Uh, mm -hmm. Waar ik uh, als, ja, als liberaal toch wel voor ben. Wij ook. Um, wij Voilà, wij. perfect. Um, waar ik wel voor ben. Um, en dan is hij mij gevraagd of dat ik dat standpunt wou verdedigen in de zevende dag. En dan heb ik dan wel ja opgezegd. Um, en dan nadat dat online is gekomen um, heb ik wel even mijn geest opzij gelegd. Want ik zat zo vol met stress, van wat gaan mensen zeggen? is toch wel meteen um, ja, primetime televisie, bij wijze van spreken. Um, en dan de eerste reacties die ik zag, waren redelijk negatief. Vooral wat van oudere mensen. Van, je ziet nog ik kan maar... net zeggen, van wie ja. komt dat dan? Ja. Je, ziet nog maar net in de, uh, je bent nog maar net uit de pampers en uh, wat heb ik allemaal gezien passeren. Joske van de Straat, die samen is met Aniet, allebei tachtig jaar. En in het begin... En hey, en ja, John, ik <laughs> voilà, exact. En in het begin... Dat, dat doe wel veel. Ik ben ook maar 21 jaar. Dat is ook um, de eerste keer dat ik zoiets iets, iets supergroots deed. En dat is geen aanmoediging om het verder te doen. Maar dan na, na een aantal uur kwamen wel alle positieve reacties en elke waar de reacties overwegend positief. Niet per se omdat mensen het akkoord waren met mij, maar die wel waren van wel knap dat je dat doet. En um, ook, ook al ben ik niet akkoord, het is echt wel. Um, echt, ik vind het wel knap dat je dat je dat durft te doen, en dat je ook wel je, je standpunt durft te verdedigen. Um, en politiek gezien, uh, well, bon, ik heb natuurlijk wel van mensen die ik binnen het politiek ken, wel reacties gekregen van oh, super goed gedaan en zo. Van wie? Bijvoorbeeld, uh? um, uh, ik heb uh, stage gelopen op het kabinet van uh, Eva de Bleker, um, en uh, ja, mensen die daar op het kabinet werken die dan mij wel gestuurd hadden en gezegd van, goed gedaan. Niet uh, altijd leuk hè? Voilà, voilà, altijd niet leuk. altijd negatief dus. Niet ja. altijd negatief, dus dat is natuurlijk wel een aanmoediging om het dan wel, om dan wel verder te doen, om, om, ja. om mij wel uh, publiekelijk te mengen in het debat. Um, Want wat gaat het nu eigenlijk tegen? Is dat de oude Gerle die het niet wil legaliseren? Of? Ik denk de publieke opinie, eerlijk gezegd. Um, als je gaat kijken naar het partijprogramma van elke partij die in de regering momenteel zit, iedereen die in de regering momenteel zit, wil bijvoorbeeld cannabis legaliseren, buiten CD&V. CDV snap ik natuurlijk wel vanuit een Christendemocratisch standpunt, wat conservatiever, snap ik, legaliseren van cannabis is natuurlijk niet bespreekbaar, denk ik. Maar um, OpenVLD, MR, uh, Ecolo Groen, al die partijen die zijn naar de kiezer getrokken. Met wij willen cannabis legaliseren. Dus dan vind ik het heel vreemd, hoe dat aan het discours, discours momenteel met de federale regering is: van en repressie, en we gaan uh, drugsgebruikers nog extra beboeten en zo. Um, ik denk dat dat vooral inspeelt op uh, de woede die leeft binnen de bevolking, uh, allee, onder de bevolking over het drugsgeweld. Maar met extra repressie, dat is geen duurzaam en modern drugsbeleid. Dus ik denk vooral dat de politiek meer bezig is met perceptie hm. en met wat oogt goed in de media, dan effectief nadenken. Oké, okay, hoe kunnen we elk probleem op een lange termijn aanpakken? Want het drugsgeweld gaat niet volgend jaar stoppen omdat we meer repressie gaan. De war on drugs, zoals jij ook hebt gezegd, heeft niks uitgehaald. Het heeft niks uitgehaald. Om gewoon heel bruut te zijn, het heeft niks uitgehaald. Het heeft niks uitgehaald. Uh, men heeft het ook met alcohol vroeger geprobeerd, de droogling in de Verenigde Staten. <laughs> daar, is het, daar is de samenleving ook niet beter van geworden. Dus ja, ik denk dat politici gewoon moeten durven om op lange termijn te denken. Want als we momenteel uh, zien hoe dat drugsbeleid is... ...er gaat nooit geen enkel budget bijna naar preventie... enkel maar naar hulpverlening en naar uh, ja, repressie... Ja, dan vind ik het wel allemaal mooi dat politici hier liggen zeggen, maar, we moeten mensen ontraden om drugs te gebruiken. Maar als er helemaal geen budget naar ja, preventie gaat, dan is dat wel, zijn dat wel mooie woorden, maar zit je niet om in, in daden. Vinden ze niet zelf ook niet aan de Relatine en, en die dingen? In de politiek? Denk je dat de politiek ook niet bepaalde politiekers gewoon aan de Relatine zitten om dat je door te doen? Of de cocaïne? Dat zou ik nu niet zeggen. Dat zou ik nu niet zeggen. <laughs> is dat, dat, is, dat is een serieuze <laughs> statement dat je hier ja. maakte? Uh, ja, zeker. Um, ik denk dat we wel allemaal weten van bepaalde politiekers dat ze wel uh, een feestje doen, hè? Ja. hier en daar. Maar um, ik bedoel, ik denk dat ze de meeste ook hetzelfde gedaan hebben. Gewoon in een jointje gesmoord vroeger of zo. Dat is. Iedereen is jong geweest. Hè? De, de cijfers van 2019, waren, ze hebben de studenten gevraagd of ze drugs hebben gebruikt, hebben gedaan of niet. En 44% daarvan heeft wel toegegeven. Ja, maar ik vind bijvoorbeeld... 44% toegegeven, dus er is ook nog een heel deel dat niet toegeeft. Maar ik vind ook bijvoorbeeld, ik denk als je nu zegt van oké, okay, ik, ga, ik ga uit en ik smoor een jointje in plaats van dat ik 10 glazen alcohol drink. Ja. Ik wil het wel eens het verschil zien, wat, wat dat gezonder is en wat dat niet gezonder is. Ja. Um, er zijn al veel studies over ook. Natuurlijk. Voilà. Ja, Allee, drugsgebruik in de samenleving is verdubbeld uh, ten opzichte van 2001 van mensen die cannabis hebben geprobeerd. Maar het is vooral nou, kook, hè? Het is vooral coke vooral, vooral ja, en dat enorm populair geworden is de laatste jaren. Ik denk gewoon alle drugs in het algemeen. Ik denk, um, dat weet jij dat? weten ja, Jij <laughs> weet ook hè. Elk, elk, elk ja. feestje dat je naartoe gaat, dan ja, is er gewoon. Ik zit ook koop, gewoon bij mijn koop, vrienden in de koop. koop, ja. koop, ja, ik, weet, koop. Allee, ik weet bij wie ik terecht kan als ik drugs wil. Ja, um, ja. Dus dat toont denk ik al aan. En ik leef niet, um, bewijs aan spreken, in deuren waar het drugsgeweld... Uh, uh, op de straat uh, te zien is. Ik, ik, ik zit op kot in Leuven en ik weet bij wie ik terecht moet als ik, als ik uh, iets van drugs zou willen. Dus ik denk, het is wijdverspreid in de samenleving, ook politici. Want ik denk dat er altijd met een moraliserend vingertje uh, wordt gewezen naar, um, ja, naar druggebruikers, terwijl ik zoiets heb van: ja, kijk, misschien is in uw eigen partij of dat daar misschien mensen zijn die. Uh, wel al eens een jointje doen of misschien iets sterkers. Mm -hmm. um, zelfs de minister van, uh, van Justitie, 20 jaar geleden, stond hij in de krant met Ik rook, ik rook drugs in de Senaat. <laughs> ja, dan Na, klaar, ja, dan vind ik het wel heel grappig... Dan vind ik het je... wel heel grappig... Dan spreken over van, Quickenburg. van Quickenburg, nou ja, Dan vind ik het wel heel grappig dat je 20 jaar later gaat zeggen en de druggebruikers gaan we extra beboeten. Ik snap natuurlijk wel dat in die 20 jaar je visie kan veranderen over drugs. Heel normaal. Ik vind, je moet niet altijd standvastig blijven bij je standpunt. Hè. Als je van mening verandert, is dat op zich geen slecht ding. Maar natuurlijk, als liberaal en het feit dat hij het vroeger zelf gedaan, vind ik het wel gek dat, dat het beleid is dat hij waarvoor hij kiest, wat misschien in de media zeer populair is, maar eigenlijk in feite denk ik dat dat weinig gaat uithalen. En dat is, denk ik, de hypocrisie van de politiek. Van ze doen het allemaal. Jullie, iedereen kent wel iemand in hun omgeving die het doet. Um, dan denk ik van, veeg eerst voor de eigen deur, voordat je... Ja, ik denk zo... Ik denk, ja. Een boucher, die heeft toch wel zo'n kop om te zeggen van... Die zal er gewoon een keer aanhangen. Ja. Dat weet ik niet. Dat uh, je... Voorzichtig nu wat je zegt, maar... Ja, ik weet niet. Het is nog niet bevestigd. <laughs> nog niet bevestigd. Nee. nee, maar ik bedoel, ik denk dat, dat, dat er op... Allee, als, ook zeker in de politiek, als er... Ja, je moet soms echt nacht de deur doen. Dat dan bijvoorbeeld relatine, dat ook algemeen gebruikt wordt, hè. Ja, en ik denk... Dat dat ook wel kan gebruikt worden daar. Ja, en ik denk ook... Mensen denken dat drugs onder de marginale, om het zo maar te zeggen, nee. alleen niemand stigmatiseren, maar onder de marginale van de samenleving uh, wordt gebruikt. Ja, dat is niet waar. Het zijn advocaten, het zijn mm. politici, het zijn piloten. Drugzorg, het zijn drugs stoorders. zijn ook niet goedkoop. Hè? Ja. Het is niet goedkoop. Ja. Um, alhoewel, eh, drugs is goedkoper geworden met de jaren, maar het is nog steeds allee, 50 euro voor een gram cocaïne, heb ik gehoord. Ja, dat is. Dat is dat, dat kan Deborah aan de kassa niet betalen, bij wijze van spreken. Kijk, als je, als je de beste hedge tegen inflatie is, dat blijft gewoon dezelfde prijs voor je ja. Als je het kunt goed houden, dat is gewoon de beste. Ik ja. altijd dat het nog altijd 10 euro is voor een gram of zoiets. Ik heb dat ook gehoord. Ja. Ja. Dat is zoiets ja. dat ik altijd ja. hoor: 10 ja. euro voor een ja. gram. Nee, inderdaad. Um, maar dus laten we daar niet blind voor zijn: het zijn niet de marginale in de samenleving nee. die het gebruiken om het dan. Zo, zo bruut te zeggen, maar het zijn vaak wel de mensen die het geld ervoor hebben, die het doen. En natuurlijk de mensen die op straat. Je in Brussel heel veel daklozen zitten, er heel veel aan de drugs. Dat is, ja, en dat is heel jammer, en daar moeten we inderdaad veel harder oog voor hebben. Maar dat is niet de grootste groep gebruikers. Zeker, het zijn mensen ja. zoals u en ik. Uh, het zijn mensen die, uh, die de regels maken, die misschien wel een vinger in de pap hebben. En dan denk ik dat dat moraliserend vingertje dat de laatste maanden wordt gebruikt, vind ik dat wel heel jammer. Het is zo'n beetje meester. Ja. Dus de politiek is meer, meer als een vingerwijzing, ja, zo, zo, een beetje zoals, zoals op school, heb ik soms het gevoel. Zeker dat is begonnen tijdens corona vooral, maar nu is dat enorm. Want dat mocht je niet doen, dat mocht je niet doen. Dat is niet waar, dat is waar. Ja. En, dus, ik vind dat heel ja. inderdaad, um, en als ze ja, natuurlijk, ik kijk daar met een bepaald ideologische beeld naartoe. Uh, als liberaal geloof ik dat ieder persoon een individu is en zelf keuzes kan maken. Dus als iemand zegt van ik wil wiet gebruiken, inherent doet die persoon niets uit als hij zegt van ik wil wiet roken. Wie doet die daar kwaad mee? Oké, okay, dan kunnen we praten over de productie van wiet, maar legaliseer die handel dan? Als dan, in Nederland. Vallen voilà, ja. dan, dan dan dan. Maar hoever zie jij de, de legalisering? Waar heb je het dan over? Softdrugs, harddrugs? Zie je koffieshops hier komen? Hoe sowieso zie het? Um, softdrugs. Ik denk dat dat is een no-brainer Ik vind softdrugs... alleen bedoel... Dat is zo wijdverspreid in de samenleving, zoals alcohol. Ik denk dat dat dan heel hypocriet zou zijn, dat we dan zouden zeggen van... Oké, okay, het ene mag wel, het andere niet. En, en momenteel wiet, lachgas... Hoe is lachgas al harddrugs? Lachgas vind ik al gevaarlijk. Is gevaarlijk, maar. Ik zou misschien. Allee, om het heel simpel te stellen, gewoon cannabis. Ik dat ook hetgeen wat politiek okay. gezien het, 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 um, het meeste bijklank zou vinden. Um, nu, als het dan gaat over, over hardtrugs. Ik wil daar niet geen nee op zeggen. Ik zou dat heel dom vinden van mijzelf. En denk ook van de politiek om meteen daar een hard antwoord in te zeggen. En zeggen: nee, we gaan dat niet doen. Zonder daar ook maar enigszins over na te denken. Nu. Hoe zwaarder de drugs, hoe groter de problemen natuurlijk. Dus ik denk dat daar wel een debat over gevoerd mag worden, maar inherent denk ik van waarom niet. Als je daar een kader voor creëert, um, om voor het cocaïne te kopen bij een door de overheid erkende handelaar, uh, een die um, bijvoorbeeld bepaalde richtlijnen krijgt, uh, krijgt opgelegd. Bijvoorbeeld je mag maar zoveel gram per persoon verkopen of het moet aan die prijs, of als je iets verkoopt moet je daar een soort van uh, hulpverlening aankoppelen, van hier is een folder als je verslagen bent en dit is een nummer waar je naar kan bellen. Ik denk, er zijn allemaal creatieve oplossingen om uh, daarmee om te gaan. Zoals Oregon eigenlijk, in Kon Amerika, zeggen, waar ja. dat ze het hebben gerealiseerd. Heroïne zelfs. Zoals eh. heroïne. Ja. En, en de eerste studies blijkt toch wel dat er, niet een, dat er niet meer mensen drugs gebruiken hierdoor. Want ja, om eerlijk te zijn, of dat nu mag of niet, gaat het toch doen. Voilà, ik, ik geloof inderdaad in het feit van mensen zijn individuen en die gaan die keuze hoe dan ook maken. Drugs momenteel is illegaal, ja, drugs in de samenleving is wijdverspreid. Is dat daarom een, een reden om te zeggen dan gaan we het legaliseren? Nee, maar ik geloof wel dat we met legalisering wel meer leed kunnen vermijden. Want bijvoorbeeld iemand die momenteel laten we zeggen heroïne gebruikt, een zeer zware drugs, zwaar verslaafd, ze heeft ook een zeer zware ja, lichamelijke gevolgen, ook mentaal. Dan denk ik wel dat het belangrijk is dat die persoon hulpverlening kan krijgen. Maar ja. Als je iets illegaal doet, dan is de stap naar de hulpverlening wel zeer groot. Want dan moet je zeggen, punt één, ik doe iets illegaals, waar zwaar straffen op staan. Mm -hmm. Dus dat is sowieso al een grote drempel. En de hulpverlening in België is ook, ja, sorry, een lachertje. Mensen die een verslavingsproblematiek hebben, dan gaat het niet enkel over drugs, het gaat ook over alcohol, het gaat over gokverslavingen. Het gaat over elk, elke verslaving die je maar kan indenken. Als mensen zeggen, ik wil nu opgenomen worden, want ik ben verslaafd, ik wil daar iets aan doen. Ja, meneer, mevrouw, dat is dan vier maanden wachten. En ja. uh, dan denk ik zo van... Ja, dan is het wel heel makkelijk om te zeggen van. en we, jullie moeten allemaal van de drugs af, want dat is allemaal uh, criminaliteit. Ja, oké, okay, maar geef dan de mensen ook de kans om er vanaf te geraken. Dus ik denk dat het moderne drugsbeleid is enerzijds de decriminaliseren, legaliseren. Een industrie gaan reguleren. Ga je altijd een zwarte markt hebben. Ja, maar dat heb je met elke, elk product dat verkocht ja. wordt. Um, en anderzijds regulering um, en legalisering en decriminalisering gaat samen met preventie en hulpverlening. En ik denk dat Portugal is een. Dat wordt dan vaak hè, als, als, als voorbeeld aangehaald, is denk ik wel een goed voorbeeld. Nu, is ook, voor uh, Daar weet ik te weinig over, maar over, over het Portugese model. Wat doen ze in Portugal? Wat is het model daar? Bijvoorbeeld, daar is uh, elke vorm van drugs gedecriminaliseerd, niet per se gelegaliseerd, dus dat is nog wel een belangrijk okay. onderscheid. Dus het, het bezit zelf of het gebruik zelf is, uh, is legaal. Uh, allee, nee, niet legaal, is gedecriminaliseerd. Uh, er hangen geen straffen aan of wel? Er hangen geen straffen okay. aan, maar bijvoorbeeld als je betrapt wordt op drugs, word, uh, je wordt betrapt op cocaïnegebruik of zo, mm -hmm. uh, dan word je wel um, doorverwezen naar ja, gezondheidscommissies die dan met je een traject uitwerken. Um, Kijk, en dat is recht, toe recht aan. Er wordt direct voor een oplossing gezocht. Voilà. Terwijl, wat wordt er nu gedaan? Okay, um, je krijgt de boete of je wordt de gevangenis je in Je krijgt gegooid. een boete, je gaat de gevangenis in, wordt iemand beter in de gevangenis? Ik denk het niet. Nee. Uh, ik denk zelfs slechter. Maar je gaat uh, niet naar de gevangenis als je drugs gebruikt, hè? Uh. Uh, pff, nee, maar bijvoorbeeld mensen die uh, bepaalde hoeveelheden bij hebben en zo. Dat gaat over dealers en zo. Ja, oké. Okay. Maar dat dealers naar de gevangenis worden gestuurd, zeker met cocaïne en zo. natuurlijk, ja, uh, ik, ik ben ook niet aan het pleiten voor een. Uh, allee... Nee, nee, ja. Nee. Maar. Uh, dan gaan we naar een democratisch Amerika naartoe en als we kijken in New York en in LA wat er daar allemaal gebeurt, dat is ook niet de oplossing. Nee, ik denk gewoon. Uh... Ik denk gewoon niet dat momenteel iemand beter wordt van drugsbeleid. En zeker niet als het dan gaat over, hey, als het dan gaan we mensen helpen, we willen ervoor zo zorgen dat mensen geen drugs gebruiken. Oké, okay, bied die mensen dan ook de oplossingen aan. Ja, ja want er zijn dus wij nog oplossingen, want nu dat is het gewoon momenteel. een cycle dat gewoon blijft gaan. Je krijgt een boete en ja, iemand die drugs gebruikt heeft al zo vaak financieel problemen, uh, familiale problemen, uh, nog andere soort problematiek. Ja, Wat gaat die persoon beter worden van een boete van 400 euro, weet ik veel. Ik uh, denk, denk het niet. Maar het is meer, hè? ze willen het opdrijven naar duizend euro. Duizend euro, denk ik, inderdaad. Maar je bedoel, voor voor het gebruiker. Ja, dan denk ik van wie wordt daar beter van? De staatskas, natuurlijk, dat is makkelijk. Hard drugs wel hè? geen soft drugs. Ja, inderdaad, maar zelfs ja. als het dan gaat over cocaïne, iemand die een lijntjes snuift, oké, okay, bon, zal ik het persoonlijk zelf doen? Ik denk het niet. Maar uh, waar gaat die persoon daar beter van worden? Om 1000 euro te betalen. Ik bedoel, ja. als je verslaafd is, word je verslaafd. En als je die 1000 euro gaat moeten betalen, ga je die duizend euro betalen, maar je gaat daardoor niet stoppen. Je gaat gewoon het nog geniepiger doen. Ja, voilà. Oké, okay, nu is het misschien soms een beetje overdreven in hoe opvallend dat sommige mensen het ja. doen. Hm. Um, als we zo bijvoorbeeld kijken naar Cold Band. Ik weet niet of je dat gezien hebt in het Sportpaleis, dat hij zo'n lijntje had gedaan. Nee. nee. Um, Op podium? <tog> Op of podium? Wie, Op wie, podium? Wie, wie dat? Ah, ja, Cold Band. Hm. Ja, die zijn heel populair. Ja, die waren van het weekend ook in de sport... Uh, in de Arena. Ja, ja. En dat was dan zo'n cool. hele drama over, over van... Dat is schandalig en zo. Natuurlijk... Eurosong, don't forget that one. <laughs> ja, dat en... was definitely... Maar ik vind het wel zo wat jammer dat die zaken er zo wat worden uitgehaald om dan te laten zien van, zie je zo schandalig dat drugsgebruik is, terwijl dat eigenlijk... Ik heb al wiet gebruikt, bon, ik ben daar niet beschaamd over. Ik ben jong, ik probeer wat, hè, om het zo maar te zeggen. Ja, het is niet zo van, oeh, heb je wiet gedaan? Voilà, nee. Ik heb een Spacecake gegeten. Epila, let's go. Ik bedoel, was ja. zelf gemaakt of verkocht uh, in de uh, shop? Is, is gelukt, want dat is, is het niet gelukt. zo gemakkelijk om te maken. Het is gelukt. Um, en uh, heb ik daar plezier aan gehad? Ja. Ben ik daarom een problematische drugsgebruiker die elke week drugs doet? Nee, dat is al super lang geleden. Ik vond dat tof. Moet ik dat elke dag doen? Zeker niet. Dus. Laten we ook niet het drugsgebruik of, of het drugsproblematiek indermate gaan problematiseren. Want als we denken dat maar 90%, 1, 5 à 10% van het drugsgebruik is problematisch. Dus dat zijn 90% van de mensen die drugsgebruik is zeer onschuldig. Natuurlijk kan een onschuldig gebruik naar iets problematisch evolueren, jazeker. Maar nogmaals, dan moeten we meer inzetten op preventie en op hulpverlening. En machoems bijvoorbeeld, gaan we dat legaliseren ook? Of? Ik, heb, ik heb dat zelf nu niet. Um, nog niet gedaan of Koop zo. Ik uh, ook nog niet. Maar voor zover ik weet zijn mushrooms een van de minst gevaarlijke drugs. Ja, ja. Terwijl dat wordt, als je nadenkt, alcohol is een van de gevaarlijkste drugs. Ja. Dat dus is letterlijk ik... vergif voor je lichaam. Voilà, en, uh, dus dat ik, vind het, dat, ja. ik vind dat dan... Laten we daar met een heel brede blik naartoe kijken. Ik zeg nu niet per se van legaliseer alles en laat iedereen maar zijn beloop. Maar laten we daar met een open blik naar kijken. Zien van, hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen in de eerste plaats geholpen kunnen worden? Mensen... Die Indructieslijving en we moeten daarvan af, dat is niet goed voor uzelf, maar ook niet voor de samenleving. Want die kosten zijn voor onze rekening vaak. Um, maar anderzijds gaat het ook uitgaan van het individu. En als iemand zegt van ik wil eens één keer per maand een jointje roken, ja, oké, okay, wie doe je daar kwaad mee? Ja. Maar bijvoorbeeld, wiet en mushrooms is dan oké, maar dan. Dat kan ik nog wel ergens zien dat ze dat accepteren in België, maar ik, 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 kan, ik kan me nooit voorstellen dat de politiek hard drugs zoals coke en nee, ik ik denk dat, mee dat het na onze en tijd zo. gaat zijn of zo. Nee, dan niet. Weet niet. Maar pas denk ik misschien onze generatie, jullie generatie, de generatie Z. Ik denk dat die wel als die één keer, maar dat gaat nog twintig jaar duren, en dan dat mag gaat het nog gaan komen. Ja, ja. Ik dan denk dan ik inderdaad wel... dat we ons daar geen illusies over moeten maken. Volgend jaar gaat harddrugs niet gelegaliseerd worden. Dus daar ben ik eerder misschien ben voor. Laten we een stapsgewijs model hanteren. Laten we eens beginnen over legaliseren van cannabis en decriminaliseren van drugsgebruik, zoals we in Portugal doen. Um, en dan kun je natuurlijk nog zien: van oké, okay, hoe loopt dat? Uh, kun je het beleid ook evalueren? En kunnen we zien: van oké, okay, kunnen we misschien overstappen naar een legalisering van alle drugs? Nu, als op een gegeven moment daar zo'n probleem mee zijn, dan moet ik mijn visie ook bijstellen. Ik bedoel, als ik. Als ik dat niet zou doen, zou het nogal heel hypocriet zijn dat ik andere politici verwijt om, om heel dogmatisch te denken, terwijl dat ik dan zelf mijn mening niet zou willen aanpassen. Dus ik wil daar heel vrij in, in nadenken over: van oké, okay, als we het doen, laten we het evalueren. Of als we het niet doen, wat zijn de argumenten daarvoor om het niet te doen? Ik sta er heel open in, maar ik denk momenteel wel dat voor mij toch die drugslegalisering wel de, de bovenhand neemt. Ja. Hoe zit het eigenlijk nu met de jongeren in de politiek? Want we hebben nu al Boeselmans, die is eigenlijk de jongste, maar ik weet niet wat dat nu is. Ik denk toch altijd ergens in de twintig. Nog altijd in de twintig. Hij is vrij 24 zo. of zo, denk ik. Ja, maar komt er, komt er eigenlijk wat talent aan? Want eigenlijk, zolang dat je niet verkozen bent, kom je ook niet echt in de media. Nee, inderdaad. Ik denk daarom... Um, ik denk dat dat heel individu gebaseerd is. Hè. Bijvoorbeeld een Brusselmans is oké, okay, die is heel jong, maar dat is ook maar één persoon. En dat is niet per se een, een trend dat we zien of zo. Ik denk, als we praten over jonge mensen, dat we ook... De blik niet mogen verruimen op enkel jonge twintigers, maar pakt 20 tot 35 of zo vind ik ook al redelijk jong voor in de politiek. Maar 35 is alweer te dicht tegen de oude oh, Ja, maar dan... weet, als je nu gaat kijken, wordt de gemiddelde leeftijd in de parlementen liggen, liggen ergens rond de 50. Ja, ja, ja. ja. Dat Dat dus iets te oud. Dat is redelijk oud. Dus ja. iemand die dan 35 is, ligt al zwaar onder het gemiddelde. Kunnen die niet op binnen ja. vier jaar op pensioen gaan? <laughs> Waarschijnlijk, maar warfijn. ja. ja. Uh, en pak geld, een pak geld krijgen ook. Nog bonussen erbij, ja. Ja. Nee, ja, dus... Um... Zijn er zo mensen dat je denkt van, oké, okay, van andere partijen, van jongeren, dat je, denkt van, dat, je, dat je die mensen ontmoet en dat je denkt, oh, die gaan misschien in de toekomst wel, of, of die... Goh, maar dan spreek ik het over echt in mijn, in mijn eigen omgeving, dat ik wel mensen zie die wel politiek Want, dat een actief zijn. open VLD dan? Zijn, niet per se open VLD, dat gaat over, over, over verschillende partijen. Dat ik wel zie van, oh, jullie hebben wel politiek talent, jullie snappen wel... Hoe je politiek moet bedrijven. En dan denk ik wel van: Oké, okay, ik denk dat ik wel over tien jaar jullie wel ergens zal zien in een parlement of in een, in een partij of op een andere manier aan politiek doen. Uh, maar ja, bon, ik zie nu niet iemand in de komende, in het, allee, de komende verkiezingen verkozen worden die zeer nee. jong is of zo. Ja, want op een bepaald moment als jonger heb je altijd je ideologie en je wilt daar altijd bij aan vasthouden. Maar de kans is groot dat je een deel van die ideologie kan moeten loslaten om het te maken in de politiek. Dat is nog altijd hoe dat het nu werkt, het systeem. Ja, ja ik denk natuurlijk... Vaak wordt politici verweten van... Ze, ze houden zich niet vast 100% aan waarin ze geloven en zo. Ik vind dat ergens een terechte kritiek aan de zet ook niet. Puur omdat je ook moet vaststellen, oké, okay, politiek is ook compromissen maken. Mm -hmm. En als iemand standvastig aan zijn standpunt blijft vasthangen van... Als ik zou zeggen, ik nee, wil enkel alle drugs legaliseren en niks minder, ja, dan ga ik niet veel vriendjes maken. Maar als ik wel word, kan ik zeggen van oké, okay, laten we het decriminaliseren, en als ik daarmee wel vriendjes vind in een parlement, waar dan spreken, dan is dat al een stap vooruit. Is dat daarom mijn ideologie of, of, mijn, of mijn ideeën achterwege laten? Nee. Natuurlijk is het 100% wat ik wil, ook niet. Je moet een middenweg zoeken. Maar je moet een ja. middenweg zoeken. Dus ik denk van. Dat het beeld van politici die, 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 die alles doen om maar verkozen te geraken of om. Uh, meegaan, met de, met de met, of meegaan met de stroom. of met de stroom, vind ik niet 100% correct. Nu, er zijn individuele gevallen waar iedereen wel denkt: van oei, een beetje problematisch. Maar in het algemeen, politiek is ook compromissen maken. En ik denk dat, dat sommige mensen dat wel vergeten. Want we zitten nu ook wel bijvoorbeeld. een hele jonge voorzitter, Mahdi Sami. Madi Sami, Sami of Het Is Madi, ja. Ik heb geen idee. Het maar... zijn altijd medi. Ja, iemand had tegen mij, maar ja, anyway, medi. Die, um, die dan eigenlijk heel jong aan de macht komt, maar dat je dan toch wel voelt van. Allee, ik vind hem sympathiek, sympathieke gast, hij is hier ook geweest, maar hij maakt de ene fout na de andere. Hij, hij legt zijn kaarten op tafel, hij zegt van dit en niks anders en hij moet altijd terugkrabbelen. Is dat dan ook als je te jong aan de macht zit? Dat denk ik niet. Ik denk eigenlijk, en ik, ondanks dat ik bijvoorbeeld. Niet, uh, ik, zou, ik zou niet voor Medi stemmen, of uh, ik zou niet voor, voor Condor Rousseau stemmen. Um, ik vind dat wel heel positief dat zulke jonge mensen oh. wel een partijleiding, Ik denk dat dat wel een positief signaal is naar de jongeren toe, van kijk, je moet niet oud zijn om aan politiek te doen. Um, maar gaat die fouten nog wel maken denk ik. Maar ik denk dat maken oudere politici ook. Ik bedoel, als je uh. kijkt naar Joachim Koens, is een, allez, bon, ik wil mensen niet oud noemen, dat is niet beleefd, maar toch iemand van een gevoorterder leeftijd, <laughs> <laughs> um, die heeft ook veel fouten gemaakt. Um, dus <laughs> ik wil daar niet afschuiven op die leeftijd. Ik denk natuurlijk wel, leeftijd, allez, met leeftijd komt ook een bepaalde... Levenswijsheid, om het zo maar te zeggen, maar voor mij is dat niet de doorslaggevende factor bij zoveel die mensen. Is iemand als Bart De Wever een voorbeeld toch wel voor elke jongere die in de politiek wil stappen? Niet per se zijn, zijn ideologie, maar vooral de manier waarop. zijn politiek talent gewoon? Ja. Ik denk, u moet niet per se pro of anti Bart De Wever zijn, maar ik denk wel dat iedereen kan herkennen, denk ik. Dat dat wel een groot politiek talent is. De beste eigenlijk van België. Die, die weet ja. hoe hij politiek moet bedrijven mm. en zo. Brengt daar een akkoord mee wat hij allemaal doet. Zeker en vast niet. Mm. Maar ik kan wel herkennen van... Wat hij gedaan heeft met zijn partijen... Is toch wel bewonderswaardigend te noemen. Nu, natuurlijk... Te lang aan de macht zijn is dat natuurlijk ook niet goed. Dus. Is dat de is degene... Van, wanneer moet je dan ophouden? Is de wever iemand dat je het meest gaat proberen te mijden in een debat? De wever is wel sterk. Sterk, dus, hè? Dus uh, of dat ik daar ooit mee. alleen bon. ik ga daar nooit mee in debat gaan, denk ik. Maar uh, nooit, ik denk nooit. inderdaad iedereen die daarmee in debat gaat, dat dat, dat wel een, uh, een serieuze bezig ja, is, is om te beklimmen. Wie is op zijn niveau? Um, we, allee, een, 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 van Grieken is ook wel een vrij goede, maar niet op het niveau van. Ik vond Boucher ook wel sterk. Door Boucher van Grieken vond ik een heel mooi debat. Ja. Dat was wel heel sterk. Maar dan. Heb ik altijd het gevoel dat daar de Wever en die mannetjes worden gewoon afgemaakt. Ja. Op een of andere manier. Maar ik denk ook, de Wever zit al zo lang in de politiek, die heeft al die kennis. Um, laat ook niet vergeten dat mensen. Ik merk dat zelf in sommige debatten: van ja, maar twintig jaar geleden is dit er gebeurd. En dan denk ik van ja, twintig jaar geleden lag ik in een wieg. Dus ja. mm. ik weet niet wat er toen eigenlijk is gebeurd. Allee, je weet natuurlijk wel de grote lijnen of zo, maar. Als je politieke wetenschappen doet, heb je ook normaal gezien de geschiedenis, hè, Jess? Normaal ja. gezien. Dat vak is net hetgeen <laughs> wat ik heb moeten tolereren. Maar um, nee, ik bedoel, die heeft al een bepaalde wijsheid binnen de politiek, uh. Uh, binnen kamersgesprekken waar die, waar die deel is van, heeft van uitgemaakt. Um, gewoon een bepaalde. Die is altijd in dat politiek veld geweest. Dus dat komt al met een bepaalde wijsheid. Nu, als je het boot Bart de Wever, hoeveel partijvoorzitters hij overleeft, om het zo maar te zeggen, daar is dat onlangs iets in het nieuws geweest. Oh. Dat is een zeer lange lijst. En dan snap ik wel, met al die achtergrondkennis dat hij heeft, denk ik natuurlijk wel dat het zeer moeilijk is om, uh, om op te boksen tegen. Ja, je moet ook tegenwoordig al bijna een mediafiguur zijn. Hè? Ik bedoel, Bart Wever. Is eigenlijk heel populair geworden met de slimste mens. Dat is sowieso een zet. Condor de, de mask Singer. Um, Ja, dat, dat is wel. Dat is toch wel, van Grieken is vooral online, uh, sociale media, ja. heel actief. Jos Dazen op TikTok. Ja. Een van de grootste. Dus het zijn wel die mensen die wel ja, bekendheid is nu eenmaal geconnecteerd met politiek. Hè. Dat is. Uh, allee, als je gewoon weet dat sommige mensen, allee, vooral meisjes, dan zeggen. Oh, ik heb conderts, want die is knap. Die, ja, dat, is, dat is het wel, hè? Dat is het wel, hè? Allee... Oh. Dat, dat is jammer, ergens. Dat op die manier aan politiek wordt gedaan. Bon, ik zeg niet dat Conor Rousseau uh, dat zo hard uitspeelt. van Oké, ik kan al meisjes hard te veroveren. Maar um, ik denk, sociale media, en die bekendheid. zoals de maatschappij, de slimste mens. Um, TikTok. Ze je gebruiken je troeven, ik bedoel... Het is er. Het zou dom zijn om het niet te gebruiken. Natuurlijk is het wel wat jammer soms, omdat dan het debat over de politieke zaken zo verwaterd wordt. Ja, one-liners. Het gaat meer over image als over. Wie is Lachjaerts? Ik heb van Lachjaerts voordat die, voor die voorzitter was er nog nooit van gehoord. Nee. Ik bedoel, allez, ik ken ik Calvo op een of andere manier um, dat de winter, Tom van Grieken, uh, de Cro, omdat de Cro allemaal eh, figuren. Voilà, ja. Tobak, dat waren allemaal ja, toch wel figuren, maar, maar Lachjaerts. Uh, maar weet hey, je hoe is dit? Daar ligt ook, denk ik, deels aan de media. Vind ik persoonlijk, en ook aan de partijen. Want er zijn heel veel parlementariërs die heel goed werk leveren, uh, die in debatten zeer sterk zijn. En die komen in de media, die komen niet in de zevende dag, die komen niet in dat Zaken, die komen niet in het journaal. En degenen die dat wel zijn, zijn de partijvoorzitters. Maar hij is partijvoorzitter. Ik ken nog altijd lach niet. Ik bedoel, als ik die zie. Dat... het is ook persoonlijkheid, hè. Just? Ik bedoel, Tuurlijk, allez, sommige, mensen, ah, ja, ja. sommige ja. mensen pakken op het scherm, anderen niet. Voilà. Um, daarmee maak ik geen oordeel over Egbert Lachart, maar... Toch een klein beetje. Nee. nee. Het... <laughs> maar het is natuurlijk wel zo. Een politicus is meer dan je ideeën. Je moet het kunnen verkopen, je moet het charisma hebben. Ja. Sommige politici hebben dat wel, sommigen hebben dat niet. Maar ik denk wel. Er is zo'n grote personencultus in België gegroeid over partijvoorzitters. Dat eigenlijk alle anderen die in de politiek aanwezig zijn, dus behoorlijk die parlementariërs die eigenlijk, vind ik, meer in de aandacht moest staan. Het zijn tenslotte wel de verkozenen. Uh, vind ik wel wat jammer. En daar heeft de media wel, denk ik, een aandeel in. Want we merken wel, de, de partijen die het goed doen, hebben allemaal wel een voorzitter die relatief bekendheid heeft. Hè? Ja, um, ze vertegenwoordigen van zijn... En de media, ja. de media gaat ook... Allez, Jos Dazer bijvoorbeeld, die was van een kleine partij, maar doordat hij zoveel gegroeid is op sociale media, wordt hij ook meer uitgenodigd. Hè? Ja, tuurlijk. Um, en ik vind op zich niet problematisch dat, dat, ze, dat zulke mensen allez, worden uitgenodigd, omdat ze actief zijn op sociale media, dat betekent ook dat wat ze zeker ook wel leeft onder de bevolking. En natuurlijk is het wel heel jammer dat het soms wel enkel gereduceerd wordt tot, tot, tot sociale media. Terwijl ik zo ja. denk van. Weet je, ik ben dan zo welke 21-jarige kijkt er naar uh, villa politica. Ik denk niet zo mega veel. Maar ik saai, villa, als villa ik villa politica zie, bon, ik vind het soms wel uh, interessant. Uh, ja. De ruzies die gemaakt worden in het parlement. Ja. Waar, wat ook leuk is om te zien, dat zijn niet de partijvoorzitters, dat zijn parlementsleden die met elkaar in debat gaan. Dan denk ik, van misschien mag ik daar wel eens meer aandacht aan gaan, want dan zie je echt democratie uh, in werking, terwijl dat, ja, het is heel gemakkelijk voor een partijvoorzitter om uh, een one-liner te zeggen op een, in het journaal of uh, in een duidingsprogramma, ja. terwijl dat eigenlijk de beslissingen wel zouden gemaakt moeten worden in, uh, in het parlement. Wat, dus wat is voor loopt... jou nog... Uh, ja, zeg maar. maar. Um, wat is voor jou nog een punt naast uh, je bent uh, op tv geweest om, uh, over drugs, over drugsbeleid. Wat is voor jou nog een belangrijk punt dat jij zou willen aankaarten? Als jonge gast die nu naar de politiek kijkt. Goh. Um, ik, ja, dat is natuurlijk als liberaal... Ik kijk altijd, ik wil mijn ideologie als liberaal, dus natuurlijk is dat daardoor een beetje gekleurd. Maar de begroting vind ik eigenlijk een heel belangrijk thema. Ik snap dat dat niet sexy is, ik snap dat de jongeren daar niet van wakker liggen, maar het is wel heel belangrijk. Zeker. Als je ziet hoe het er momenteel naar uitziet, IMF, de Europese Commissie, de Nationale Bank, die hun voorspellingen voor ja, de begroting momenteel, ja, is echt dramatisch. En het zijn niet de mensen die nu het beleid maken die daarvoor gaan betalen, maar het zijn ah, eigenlijk ik en mijn generatie. En dat vind ik wel iets waar wel meer aandacht aan mag besteed worden. Oké, okay. okay, mooi. Dat is een uh, mooi einde. We zijn bijna 45 ja. minuten aan het praten. Uh, Jezus, ik wil je bedanken om langs te komen. Ik vond het een uh, heel leuk gesprek. Aangenaam gesprek, ja. Uh, wat brengt de toekomst nu? De toekomst is nu. Hopelijk afstuderen binnenkort. Mm. En uh, ja, dan zullen we wel zien waar ik uit aan terechtkom. Ik heb mezelf geen, uh, geen doel voor ogen. Ik wil niet naar, per se naar iets toewerken. Maar uh, ik hoop wel ooit dat wat ik doe wel enig impact heeft op het politieke en in welke capaciteit dat dan is dan dat zullen we dan wel zien. Oké, okay, top. Veel succes top. nog, zou ik zeggen. Dankjewel Dank jullie ook. Tot de volgende. Tot de volgende. Ciao.